In deze video wil ik gaan kijken naar het beleggen in 2022. Want tot nu toe, we zitten nu begin mei, is het in ieder geval nog niet zo heel erg meegevallen dit jaar wat betreft de beurs. Kijken naar de SP 500, die staat zo'n 13% lager sinds begin dit jaar. De Nasdaq in Amerika, die zit in een bear market met iets meer dan 20% in de min dit jaar. En onze eigen AEX doet het dan nog best wel redelijk met een daling van 12%. En deze dalende koersen zorgen er ook voor dat er nu minder interesse is in beleggen. Terwijl ik zelf denk dat het nu juist interessant is om er meer aandacht aan te besteden. Waarom ik dat denk en wat jij kunt doen als beginnende of als gevorderde belegger, dat wil ik vertellen in deze video. Dus laten we snel beginnen. Leuk dat je kijkt naar nou weer een nieuwe video van eenpassiefinkomen.nl. Op dit kanaal werken we aan een toekomst met meer vermogen en meer vrije tijd. En de reden dat ik deze video nu maak, terwijl het nu eigenlijk ja, helemaal niet zo goed gaat met de beleggingen, terwijl er helemaal niet zoveel interesse is in beleggen op dit moment, is omdat ik weet dat er heel veel mensen, heel veel beleggers, heel veel kijkers van mijn kanaal dit soort video's juist wel interessant vinden. Om op dit soort momenten even een stapje terug te nemen. Kijken naar het grote geheel. Kijken naar de lange termijn. En niet zozeer naar de verliezen van de dag zelf. Want het rare is nu dus dat we zien, en dat hebben we het ook al vaker over gehad: als uh, koersen van aandelen dalen. als. Koersen van beurzen dalen, is er minder interesse, willen mensen het minder snel kopen, een aandeel of een ETF bijvoorbeeld. Terwijl het juist heel raar is, als je zou kijken naar een iPhone, als die 15% in de aanbieding zou zijn, 15% korting zou krijgen, dan wil je hem juist wel kopen. Terwijl als je zeg maar 15% minder hoeft te betalen voor een aandeel, je het in één keer niet interessant vindt, dat is best wel raar. En dat is juist wat ik in deze video dus even wil gaan bekijken. En laten we dan beginnen bij de minder interesse die er is in het beleggen. We zien namelijk de interesse gewoon afnemen. Dat is niet alleen in mijn eigen kijkcijfers of in andere kanalen op YouTube die over beleggen gaan. Ook bij Google Trends zien we een daling. Maar eenzelfde beeld zien we ook als we naar kwartaalcijfers van brokers gaan kijken. Kijken bijvoorbeeld naar Europa en dan naar FedEx de Hero. Dan zien we dat in 2020 en in 2021 er veel meer trades waren per account. En we zien ook dat het aandeel zeg maar het percentage wat in Amerikaanse aandelen gehandeld wordt, dat dat afneemt. Dus misschien is daar de hype een beetje over, zijn die aandelen nu niet meer zo interessant. Kijken we dan naar Amerika zelf en naar hun broker daar, Robinhood, heel erg populair bij vooral beginnende beleggers ook, dan zien we eigenlijk een enorme groei tot begin vorig jaar. Sinds halverwege vorig jaar zien we het aantal maandelijkse actieve gebruikers zelfs afnemen. En als we gaan kijken naar de omzet die zij uit transacties halen, dan zien we dat ze daar terug zijn op het niveau van begin 2020. En dat was een moment dat ze veel minder klanten hadden dan nu. Oftewel, ook hier wordt gewoon veel minder gehandeld. En nu zou je dat positief kunnen oppakken door te zeggen van beginnende beleggers handelen niet veel meer. Zij gaan juist als ze een aankoop doen, dit vooral doen voor de lange termijn. Maar ik denk niet dat dat het geval is. Ik denk gewoon dat heel veel beginnende beleggers nu nog een aankoop niet zozeer meer doen. Eerder juist een verkoop doen, een positie sluiten. Daar vaak een groot verlies op nemen omdat ze juist zijn ingestapt in een tijd van veel hype, veel meme aandelen. En dat ze nu dus een groot verlies nemen en dat ze juist dus niet opnieuw dat geld investeren en een nieuwe aankoop doen. En natuurlijk heeft het ook gewoon te maken met de omstandigheden, de situatie in de wereld. De oorlog in Oekraïne die zorgt voor energietekorten. Voedingsstoffen, grondstoffen tekorten. Een lockdown in China, die zelf die natuurlijk ook weer zorgt voor uh, supply chain issues. Maar denk ook zeker aan de stijgende rente in Amerika. Vanavond zal de FED waarschijnlijk een verhoging van uh, 50 basispunten gaan aankondigen. Dat heeft effect. Op de koersen van aandelen, want de winst in de toekomst is minder waard. En hoe dat precies zit, leg ik uit in deze video. Die heb ik eerder gemaakt, en dan zie je het: ja, de impact van een hogere rente. Maar natuurlijk hebben we ook te maken met een hogere inflatie. En laten we dan even kort gaan kijken wat je als beginnende belegger kunt doen in deze situatie, voordat we doorgaan naar wat je kunt doen als een gevorderde belegger. En dan hebben we het dus natuurlijk over het beginnen met beleggen in 2022. Is dit nu een goed moment om te beginnen met beleggen in deze situatie die we nu zien met dalende koersen? En dan is mijn antwoord erop ja, ik denk het wel. Beleggen doe je namelijk voor de lange termijn en je gaat je niet zozeer richten op de korte termijn. Kijken op wat er op de korte termijn gebeurt. Natuurlijk is dat vervelend, maar zeker als beginnende belegger heeft dit nog niet zoveel impact. En ik zou me dan ook juist richten op de lange termijn. Kun je natuurlijk misschien ook wel denken: van kan ik dan niet beter eventjes wachten tot het verder is gedaald, tot de daling voorbij is? Ja, natuurlijk, dat kun je doen, maar het is heel lastig om de markt te timen. Dat lukt mij niet, dat lukt heel veel grote beleggers niet. Het lukt jou waarschijnlijk ook niet. Lukt het je juist wel om op de korte termijn voorspellingen te doen, dan zou ik juist eerder gaan kijken naar bijvoorbeeld sportweddenschappen. Daar kun je veel meer geld verdienen op de veel kortere termijn. Dus je weet allemaal hoe dat afloopt. Het gaat een paar keer goed, maar uiteindelijk verlies je daar ook geld. Dus daarom ook bij beleggen uh, ga gewoon nu beginnen en ga dan vooral richten op de lange termijn. En heel belangrijk is dan om dan niet te beginnen nu met een heel groot bedrag, maar begin gewoon met maandelijks kleine bedragen en hou dit gewoon vol. Zeker in een tijd waar misschien mogelijk wel de daling doorzet, wil je gewoon een vast bedrag. Bijvoorbeeld 50 euro in de maand, misschien 100 euro in de maand. Kijk een beetje wat in jouw situatie mogelijk is. Je wilt namelijk beleggen met geld, dat je in ieder geval voor de komende jaren niet nodig hebt. En dat geld, dat bedrag, dat stel je nu vast, en dat houd je gewoon de komende jaren, eigenlijk hetzelfde. Mogelijk als het beter gaat met je inkomen, houd je meer geld over, kun je het verhogen. Maar wat we dan eigenlijk doen is een methode die we dollar cost averaging noemen. Waarbij we eigenlijk iedere maand hetzelfde bedrag inleggen, onafhankelijk. Het ja, maakt eigenlijk niet uit wat de koers van een aandeel of een ETF doet. We kopen iedere maand voor hetzelfde bedrag in. Het idee hiervan is, mocht de koersen gaan dalen, dan kunnen we eigenlijk van dezelfde inleg meer aandelen kopen. Dus dat is positief. Op de lange termijn zal het waarschijnlijk wel stijgen en de koers zal af en toe hoog staan, af en toe laag staan. Maar door op deze manier maandelijks voor hetzelfde bedrag te kopen, zul je waarschijnlijk op de lange termijn een goed gemiddelde prijs hebben betaald voor het aandeel. Maar ik denk ook heel belangrijk dat als je nu begint. En er komt nog een flinke daling, een crisis misschien wel, is dat je dat dan ook meteen hebt ervaren. En heel positief ook. Je hebt het ervaren terwijl je al wel geld hebt geïnvesteerd. Want dat is toch heel anders dan wanneer je aan de zijlijn staat. Maar zeker als je nu komt en je bent pas begonnen, ervaar je het. Met een ja, niet zo heel groot bedrag. Ik denk dat je daar heel veel van kunt leren. Je hebt het in ieder geval een keer meegemaakt. Je weet hoe je reageert als je je geld ook minder waard ziet worden. En ik denk dat je dat vooral niet moet onderschatten. De emotie die rondom beleggen. Hoe belangrijk dat is. En de ervaring die je dus nu opdoet. Daarvan kun je profiteren als over vijf jaar of over tien jaar weer een crash, een crisis komt. Dan heb je in ieder geval dat meegemaakt, kun je waarschijnlijk een betere beslissing nemen. En dat is heel belangrijk omdat waarschijnlijk het belegde vermogen dat je over 5 of 10 jaar hebt, stukken groter is dan wat je nu hebt als beginnende belegger. En wil je trouwens nog beginnen met beleggen en zoek je nog een broker? Kijk dan bijvoorbeeld naar de Giro. Dat is de broker waar ik vooral gebruik van maak. Ze hebben nu ook een actie waarbij je 50 euro cadeau krijgt op je transactiekosten via mijn link onder de video. Of kijk naar Bugsero, waar je eigenlijk al je beleggingen via je mobiel doet. En via mijn link ontvang je een gratis aandeel tot wel 200 euro als je een account opent. Dus maak gebruik van de links onder de video. Zo ontvang ik een kleine vergoeding waardoor ik deze video's kan blijven maken. Terwijl jij juist gebruik kunt maken van hun acties. Dan gaan we kijken naar het volgende onderdeel en dat is eigenlijk nou, wat je kunt doen als een beetje gevorderde belegger. Stel je bent al 1, 2 jaar, misschien iets korter bezig, maar je bent in ieder geval al bezig met beleggen. Nou, wat kun je dan in die situatie doen? En ik denk eigenlijk in de basis dat het hetzelfde is als wat we zagen bij een beginnende belegger. Kijk vooral voor de lange termijn, niet zozeer op de korte termijn. En maak ook zeker gewoon als gevorderde belegger nog steeds gebruik van DCA, van Dollar Cost Averaging juist om ook nu bij dalende koersen dus de gemiddelde aankoopprijs omlaag te krijgen, zodat je op de lange termijn gewoon een goede gemiddelde aankoopprijs hebt betaald voor de aandelen die je hebt. Maar natuurlijk zul je als gevorderde belegger, als ja, iemand die al een tijdje bezig is, misschien nu ook juist wel willen gaan kijken naar losse aandelen, naar aandelen van individuele bedrijven. En dan kan het zo zijn dat in de komende tijd als de koersen verder gaan dalen, wat op een gegeven moment een koers een punt bereikt dat het dus gewoon interessant is om dan in te stappen om ook voor de langere termijn een mooi rendement te maken op die investering en waar kun je dan op letten nou denk bijvoorbeeld aan een flinke daling bij een aandeel dat hebben we de laatste tijd al vaker gezien denk bijvoorbeeld aan netflix maar ook bijvoorbeeld bij facebook hebben we het zien gebeuren kijk wat er gebeurt in die situatie kijk ook vooral waarom dat gebeurt en stel jezelf dan de vraag van is dit eenmalig is dit een overreactie of is er blijvend iets veranderd aan het bedrijf, aan het verdienmodel van het bedrijf en is het daarom ook heel logisch dat de koers flink naar beneden is bijgesteld en is dit dus niet een moment om zeg maar buy the dip te doen. Onderzoek dat soort situaties is altijd heel erg goed, maar ook bij andere situaties bij niet zo'n plotselinge daling is het gewoon heel belangrijk om een onderzoek te doen naar een aandeel. Kijk bijvoorbeeld naar Apple en in dit geval doe ik dat via belegger tools. Dus ik zou dan bijvoorbeeld vooral gaan kijken dan eerst naar de checklist en dan niet zozeer per se de groei, want die is misschien wel onzeker. Zeker als het wat minder gaat in de toekomst met de hele economie. Maar kijk vooral juist naar de waardering, naar de winstgevendheid en naar de schulden. In tijden van een crisis wil je namelijk, denk ik, een bedrijf hebben. Ja, wil je geen bedrijf hebben, zo moet ik het zeggen, met hoge schulden. En zeker ook niet als de rente aan het stijgen is. Want als de omzet dan vervolgens afneemt, gaat ook de winstgevendheid achteruit. En dat terwijl juist de kosten. ...toenemen en zeker ook de kosten die ze kwijt zijn aan rentebetalingen. Dus dat is een situatie die je niet wilt hebben. Maar kijk ook bijvoorbeeld in dit overzicht onderaan naar de Altman Z-score. Uh, die geeft eigenlijk de kans op een faillissement aan. Onder de 1.8 is slecht. Boven de 3 wordt over het algemeen als goed gezien. Kijk ook naar de Piotrowski-score. Die heeft een, ja, een schaal van 1 tot 9. En geeft eigenlijk de financiële situatie van een bedrijf weer... Dan nou is het wel zo dat je niet alleen op deze cijfers moet vertrouwen, maar neem ze in ieder geval mee in de basis van je onderzoek. En heel belangrijk is om nu alvast een waardering te maken en dan voor de aandelen die jou interessant lijken. Dus je hebt alvast een beetje onderzoek gedaan, ga dan kijken tegen welke koers het aandeel interessant is voor jouw situatie op basis van jouw verwachtingen. Ga uit van een bear, een base en een bullcase, oftewel de verschillende scenario's voor de komende periode. En kijk en bereken dus vooral wat jij zou willen betalen voor een aandeel om toch een goed rendement te behalen op de langere termijn. Zo kom ik bijvoorbeeld uit op een koers van 80 dollar voor het aandeel Apple in de base case van 8% per jaar groei voor de komende 5 jaar met een waardering van een PE-ratio dus van 18. Dat is stukken lager dan de bijna 30 die het op dit moment is. Maar dat betekent dus wel dat de koers nu nog moet halveren vanaf dit moment voordat het moment komt dat ik het eigenlijk echt weer bij wil gaan kopen. En bekijk deze punten. En maak deze waarderingen voor aandelen die jou interessant lijken. En als je dan aandelen hebt gevonden, ga dan ook vooral verder onderzoek doen. Houd hier niet op, maar ga dan juist dieper de cijfers in, uh, in duiken. En ook heel belangrijk, je hebt natuurlijk de keuze uit. Honderden of duizenden aandelen. Maar je hebt er eigenlijk maar een paar nodig die jou echt interessant lijken. Want met die paar aandelen kun je ervoor zorgen dat je in ieder geval tijdens een flinke daling of tijdens een crisis. daarin investeert. Omdat je daar echt in gelooft. En dan heb je misschien aan vijf aandelen wel genoeg. om in ieder geval op de lange termijn toch een mooi vermogen op te bouwen. Dus bereid je goed voor. Doe nu alvast onderzoek en maak een waardering voor de aandelen. Kijk vervolgens wat de aandelenkoersen in de komende tijd gaan doen. Dalen ze flink, dan kun je op dat moment snel nog even opnieuw onderzoek gaan doen. Een nieuwe waardering maken op basis van de laatste informatie. Maar dan heb je heel veel, ja, in, uh, heel veel onderzoek eigenlijk vooraf al gedaan en weet je al heel veel van het bedrijf zelf. En dan is het dus eigenlijk een moment dat je juist kunt profiteren als de markt even heel veel angst heeft, beleggers heel bang zijn. Um, en vooral natuurlijk kijken naar de korte termijn. Is het misschien voor jou juist wel het moment om in te stappen? Omdat jij een belegger bent die kijkt voor de lange termijn. Maar hoe beleg jij eigenlijk op dit moment? Daar ben ik wel benieuwd naar. Ben jij iemand die al de laatste maanden, laatste jaar juist minder actief is geworden? Of ben jij iemand die juist wel meer tijd is gaan investeren, aandelen nu al aan het onderzoeken is en juist... Ja, heel blij wordt als koersen de komende tijd gaan dalen omdat je dan juist bij kunt gaan kopen. Laat dat vooral weten in de reacties onder deze video. Hopelijk heb je dan weer wat geleerd van deze video. Wil ik jou bedanken voor het kijken en hoop ik jou bij de volgende video weer te zien.